哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒。Oh, die moest ik kopen. Oh, hallo mensen, welkom bij deze nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. Ik heb iets gedaan en ik hoop dat jullie niet boos worden. Ik ga het gewoon heel fijn, haarfijn uitleggen aan jullie. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Ik heb dus iets gedaan en ik hoop dat jullie het niet erg vinden, maar ik heb 3 uur gewerkt aan de nieuwe attractie. En wat ik zowel heb gedaan is, ik heb de uitgang anders gemaakt. Ik heb voor de rest helemaal niks aan de baan veranderd, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar ik heb dus wel detail gebouwd. En ja, je had het misschien op mijn Instagram gezien, het is wel weer een tijdje terug natuurlijk misschien voor jullie, maar ik heb dus verder gebouwd en ik heb dus 3 uur besteed, waarvan bijna een half uur aan het vinden van gedownloade objecten. Dus stukken rots, stukken mijn, dat je echt een mijn thema hebt. En nu ben ik dus ik moet de ingang wel helemaal bouwen, dus dat ga ik nog met jullie doen. En ik laat jullie zo zien wat ik heb verder gebouwd. Nou, de layout is niet echt aangepast, dus wees daar niet bang om. Alleen, hier is het aangepast, hier dat je naar boven gaat hier. Na de bocht. Je gaat een klein beetje naar beneden. Je komt hier aan. Je gaat in een soort tunnel. Die tunnel is nieuw. Dat zijn 2 objecten. Deze hele tunnel. En dan die soort van houten pilaren die ik hier heb gedaan. Dan heb ik nog... dit moet ik eigenlijk weghalen. Dit staat niet mooi. Een trappetje. Daar heb ik gewoon extra erbij gedaan. Hoe je omhoog getakeld. Nou, best wel omhoog. Ik heb ook van die soort aparte dingen aan de zijkant gebouwd. Dat is zeg maar voor de toetakeling. Nou, dan ga je hier door dit stuk. Ik heb bomen toegevoegd en dit dak plus dit gethematiseerde ding met vines hier aangeplakt. En hier nog een andere soort kleur fine. Maar ik vind deze eigenlijk wel heel mooi. Want dit zijn echt, die zie je in veel professionele parken. Vaak worden die gebruikt. Hier heb ik dus een klein plateautje gebruikt wat ik ook in een park heb neergezet met wat TNT erin. Een beetje water in een bootje. De rotsen zijn dus ook allemaal apart geplaatst. Dan heb je hier nog wat thematisering. Met een beetje een windmolen. En hier kom je een tunneltje in. En hier was ik nog niet over uit. Ik heb wel wat stenen toegevoegd en wat bergen aan de achtergrond. Hier ga je naar boven. Hier kom je dus bovenaan. Dan kom je dus langs een... weer onderdoor iets. Dan blijf je boven. Je gaat nog verder naar boven. En hier moet ik nog allemaal verder gaan bouwen. En vooral dit vond ik erg moeilijk om te doen. En nog steeds moeilijk om te doen. Want ik vind het lastig zo'n poort. Ik heb dat nooit echt gemaakt in Rollercoaster. Dus ik ben heel benieuwd. Het ziet er tot nu toe wel heel erg leuk uit. Maar ja, leuk is anders dan natuurlijk mooi. Dus ik ga hier even een station bouwen. Dat mensen lekker kunnen lopen op dit hout. Die houten plank hier. En die doe ik gewoon lekker een paar keer breed. Dat je over het water heen gaat. En waarschijnlijk doe ik hem gewoon zo breed. Het moet natuurlijk wel een wat langere wachtrij worden dan normaal. Zo, netjes plaatsen. Ik hoop ook, dit kan ik door laten gaan trouwens. Die platen kan ik door laten gaan naar hier zo. Als ik wil. Dan moet ik dit ook allemaal weghalen zo. Dus hier komt de ingang van de nieuwe attractie. En ik heb nog geen naam voor de attractie, dus... wees vrij om een leuke comment te plaatsen wat je hier zou van willen bedenken. Het thema is een beetje, wat zou ik zeggen, een beetje in de mijnen ga je eigenlijk. En het is eigenlijk ook een beetje western en het is ook een beetje avonturier, ik weet het eigenlijk niet. Het is heel apart, het heeft gewoon dus verschillende stijlen. En ik ga hier dus de ingang maken. En de ingang wil ik een beetje zigzaggend. Zoals we deze ook vaak zien natuurlijk in attractieparken. En dat mag best wel leuk worden hoor, de wachtrij. Dat je echt ziet van, oh, wat een leuke wachtrij. Weet je wel? Oh, maar nu doe ik wat verkeerds. Oh, ik sloop alles, Vincent! Ik sloop alles weer. Ik denk dat we... deze erbij moeten pakken. Hoe deed dat ook weer? Nou, dat gebruik ik nooit zo vaak. Deze. Je kan zo'n pijl gebruiken. Ik weet niet hoe dat werkt, joh.
Nee, ik weet dat niet meer. Ja, je kon meestal zo'n... Je had zo'n bouw iets. Nou, nou ja, goed. Ja, maar een leuke ingang moet het worden. Dus even kijken hoe we dit aansluiten. Want het sluit dus helemaal niet aan op het pad. Dat vind ik heel raar. En ik weet niet waarom. Misschien moet ik dit pad zo verhogen. Rollercoaster is raar. Waarom het hoogteswerk is verschrikkelijk. Ik hoop dat ze dit op gaan lossen in Rollercoaster Tycoon. In de nieuwe. Dus wat ik nu ga doen is een beetje raar. Maar ik ga het gewoon één vlakte maken. Want het werkt gewoon niet met hoogteswerk. Het werkt echt niet. En dan moet ik maar even dat hout opnieuw plaatsen. Maar dat maakt even helemaal niks uit. Maar nu heb ik wel toezicht van hoe het moet. En nou zal hij goed is, moet hij aansluiten. Ja, kijk eens. Mooi. Dan pak ik toch maar even weer... Ik heb wat nieuwe sets gedaan. Ik pak gelijk weer... De barrels gaan we sowieso gebruiken en de boxes. Ik heb sowieso nog een andere nieuwe gedownload. En dan heb ik eigenlijk een hele aparte set. Moment. Hij doet heel raar, zie je het? Ja, dat zijn boxen. Dat zijn dozen extra. Dacht ik, ga die maar in een plantje. Nou, dat is een leuke ingang. Leuke wachtrij. Je gaat langs allerlei tonnetjes en zo. Ik ga hem even zoeken, dus dat duurt even. Maar, ja, ik zal eens even laten zien wat ik ook heb gebruikt. Allemaal voor de rotsen. Want de rotsen moeten wij natuurlijk ook thematiseren. En dan gaan we scrollen door, want we hebben een hoop nieuwe objecten. Het is echt niet normaal. Het is echt heel veel. Het is allemaal die standaard objecten. Ik vind het jammer dat ik dit venster niet groter kan maken, weet je wel? Het kan gewoon niet. Kijk, je kan hem kleiner maken. Hier in de hoek zit hij nu boven mijn facecam. Maar je kan dit niet groter maken. Dit kleine vakje, daar moet je mee doen. En dat is zo jammer. Want daardoor, ja, daardoor gaat het scrollen nog moeizaam. Moet je nog meer scrollen eigenlijk. Dus je zou eigenlijk iets moeten verzinnen dat je dit groter hebt. Maar ja, dat voor mij bestaat dat niet. Anders moet ik even gaan googlen. Deze zijn nieuw. De Old Spices boxen. En ik weet niet waarom er een gaar groen dingetje op zit. Er zitten allemaal groene dingetjes op. Slimies. Ik weet niet waarom. Zitten die serieus op alle dozen? Waarom zitten er allemaal groene slimies op alle dozen? Zelfs op de metal dozen zit het. Nou, die heb ik helemaal niks aan deze set. Ik zie allemaal groene stomme poppetjes erop. Waarom zou je dat doen? Nee, ik dacht, ik douw dat een leuke set. Moet je kijken hoeveel dozen het zijn. Maar alle dozen hebben dus een groen hoofdje. Nou, mensen aanraden, download niet. En de naam is van Old Spices Boxes in Different Positions. Het is niet aan te raden, zoals je ziet. Nou, daar gaat mijn thematisatie truc. Helaas, we kunnen niet meer verder. Oh nee, we gaan gewoon wat anders proberen. Deze TNT wil ik sowieso hier in de... Hier tussen leggen zo. Dat is echt een beetje die setting, weet je wel. Je zou sowieso eerst het Wild West even moeten aanvinken. Maar dan pakt hij niet de gedownload objecten. Wel een aantal, maar niet alles. En deze hebben we ook gedownload. Dat zijn glowing. Dat zijn, moet je kijken, dat zijn heel apart. Dat zijn kristallen. Die kan je bijvoorbeeld in een... Ja, in een tunnel maken, zie je het? Dat is echt heel mooi. Je kan een muur maken. Maar... Als ik dan even hier naartoe ga. Het zou wel kunnen hoor, dat het er mooi staat. Ja, het ziet er wel gaaf uit hoor. Als ik dit mix met elkaar. Het zou wel leuk eruit zien hoor. De muur. Kijk, dit is een muur. Staat dit weer in de weg? Even kijken, hebben we plek? Hier hebben we een muur. Kijk hoor. Kijk, het lijkt net alsof dat er tegenaan zit. Ik denk dat ik hem wel een kwartzig moet draaien. En we kunnen natuurlijk ook een beetje... wit maken. Kijk dat er een paar pegels uitsteken, zeg maar. Ziet wel gaaf uit, hoor. En hier steken er een paar uit. En er steken natuurlijk ook een paar hierboven. Zitten er groeien een paar op die rots. Ik weet niet of die rots... of dat logica is dat die hier groeien op die rots. Dat zou wel kunnen op zich. Denk het wel. Oh, zal ik die andere kleur maken? Rood of zo? Zo. Rode erbij. Huppakee. Gewoon een beetje gek doen. Gewoon een beetje plaatsen. Kan geen kwaad.
Kijk, hier ben ik er trots over. Echt heel trots, want dat is bijna afgebouwd. Voor mijn doen is dit afgebouwd. Komt vooral door die bomen, de kleur en ook een beetje, ja, gewoon de sfeer die je ziet eigenlijk. Deze plaats ik ook een beetje daar. Een beetje Wild West thema heeft het, hè, zoals je ziet. En hier, dit moeten we ook helemaal overdekken nog met iets leuks. Ik denk dat ik toch maar weer even de Shy Guy set erbij pak. En Shy Guy heeft een prachtige set, niet te vergeten. Ik zeg hem altijd, de Catfish Cove. En dat is echt een super mooi set. Daar kan je gewoon heel veel dingen mee doen. En ja, dat is gewoon hartstikke fijn. Zo. Ik plaats gewoon wat tonnetjes. Gewoon waar ik denk van, nou, dat staat daar mooi. Gewoon een beetje YOLO plaatsen hoor. Dat is altijd, dat moet je altijd doen. Het fijne is dat je, zeg maar, ja, jullie weten het. Je kan niet gedownloade objecten die standaard in het spel zitten, kan je dus niet over elkaar heen bouwen. Want als ik dat zou doen, zou het niet gaan. Maar, kijk, ik kan het wel bijvoegen. Dus je kan, zeg maar, hier dat kratje heb ik nu toegevoegd. En die zou ik dus ook weer in een doosje vlakbij kunnen zetten, zodat het, ja, dat ziet er wel wat beter uit. Maar dus, ja, gedownloade of niet gedownloade objecten kan je niet in elkaar bouwen. En dat is echt, ik weet niet waarom dat is. Dat is de keuze van de makers van de game. Nou, daar doen we er nog eentje op. Zo. En dan doen we nog eentje daar. En ik vind dat er daar ook nog eentje moet staan. Gewoon echt YOLO, gewoon eentje daar. En we hebben ook, wat is dit? Zijn dit kleine kratjes of zo? Ik weet niet wat dit voor moet stellen. Ik heb dat nooit begrepen hoor. Maar het zijn Beam Lower Corner Plug. Ja, ik gebruik het nooit. Ja, we kunnen wel eventjes een leuk huisje maken hier. Dus een ingang. Bouw ik van houten pilaren eigenlijk. Een beetje een opbouwetje maken. Zo. Het voorkantje. En het voorkantje kunnen we bedekken natuurlijk met een huisje. Dus we kunnen bruin gebruiken op zich. Dat vind ik al wel schattig eruit zien. Even een voorkantje zo. En meestal gebruik ik dan zo'n latje wat je kan zien. Even kijken, misschien ben ik er overheen gegaan. Ik denk het wel. Wat ik trouwens wel kan proberen is iets nieuws voor mij. Dat ga ik ook meteen even doen. Ik gebruik hier een beetje, ik weet niet of dat staat, grijs. Is nog zo slecht niet, denk ik. Nou, dat staat nog helemaal niet zo heel slecht. Maar er zijn van die latjes die je kan gebruiken. Even zoeken, deze. Die Pierre Rail. Die zijn altijd wel schitterend, vind ik. Dat zijn hele mooie dingetjes. Kijk, die kan je gewoon plaatsen zo. Dat ziet er, vind ik altijd wel heel leuk uitzien op deze manier. Zo. En wat we dan ook pakken is eigenlijk omdat ik, ja, ik ben een zeikertje. Dus ik pak eigenlijk gelijk de leuke mijnlampjes. Die wil ik er eigenlijk bij zetten. Dat geeft zo'n heerlijke sfeer. Dan mag dit ook op zich wel zo. En dan mag dit pad mag ook wel wat breder worden gemaakt, vind ik. Nou, weet je, toch een beetje zijn. Hoppakee. Hup. Zo. Nou, dat ziet er wel aardig uit in het begin. Ik moet natuurlijk ook een uitgang maken, dat weet ik. Die moet natuurlijk ook uitkomen hier. Dus ik maak gewoon hier een gat. Zo. En dan plaats ik gewoon de... Je denkt dat dit Ariel is. En Ariel is een doodgewoon meisje, een prinsesje. Maar dan opeens merk ik dat ze gewoon een complete geest is en zweeft boven het strandje. Ariel moet vermoord worden door de krab. Maar de krab laat zich niet kennen en blijft met een groot open mond kijken naar de boomstamattractie. Want de boomstamattractie is namelijk daar. En als we even vanaf het perspectief van onze grote vriend de krab moeten kijken, ziet hij dus als volgt dit. Samen met de zwevende geestige prinses. Dus wat we gaan doen is nog eventjes iets veranderen. En dat is de prinsige, vatsige prinses eventjes vervangen tot een ander poppetje. En dat kan door even het Lululjara Disney Vugerend te openen. Je kan ook zeggen, ik doe Ariel met de beribotje. Maar het is Ariel met de jurk. Ik ga de jurk zoeken. Het staat hier tussen. Het zijn zulke schattige objecten. Kijk,
We zetten haar nu neer op de grond. En nu zul je zien dat zij gewoon lekker op de grond staat samen met Le Krab. En Le Krab kijkt toe. Nou, zoals jullie zien heb ik eigenlijk al heel veel gethematiseerd in de tussentijd. Want hier ben ik echt ontzettend veel lang mee bezig geweest. Maar zoals je ziet heb ik ook twee Disney-figuren bij de hoofdingang gezet. Zodat als de bezoekers binnenkomen, ze worden verwelkomd door Winnie de Pooh en Mickey Minnie Mouse. Dit is Minnie Mouse, hè, natuurlijk bij dat strikje, logisch. En hier binnen heb ik ook een standbeeld neergezet van Disney. Dat leek me leuk om dit een beetje op te vrolijken. En het leek me sowieso leuk om even het plein een beetje na te kijken. Want om met één attractie bezig te zijn is niet handig. Want het gaat een beetje saai worden op een gegeven moment. Ik vind het wel een van mijn vetste attracties die ik heb gemaakt. En dan vind ik het leuk om daar lekker veel tijd aan te besteden. We hebben echt al, ik denk, nou, ik heb in de tussentijd heb ik wel echt heel veel custom objects gedownload eigenlijk. En dat zijn er echt heel veel, echt niet normaal. Maar dat geeft helemaal niks, want ik zoek nou eigenlijk de bloemen op. En aangezien wij zoveel hebben, moet ik even kijken hoe we dat gaan doen. Want ik kan dit wel een beetje zo doen. Even kijken of we dit het beste kunnen doen. Kijk, je kan er een beetje een plantje in zetten zo, maar dat staat misschien een beetje raar. Ik wil er wel een beetje bloemetjes neerzetten. Dus ik kijk even naar de bloemen. Kijk hier, de flowers. Ik kan altijd hele mooie flowers doen. En we kunnen die een beetje kleuren. Ik wou Disney kleuren. Ja, dat, ik weet niet echt wat Disney kleuren zijn, zeg maar. Maar ik doe gewoon een paar van die blauwe. Ik doe ze gewoon maar een beetje door elkaar, denk ik. We doen dit een beetje wit. En die plaatsen we ook drie keer. En dan voor die plaatsen we de gele bloemen. Gemixt met, even kijken, paars. Een beetje raar misschien om dat te combineren. Oh, nu zijn dat alleen maar paars. Oh, shit. Blauw maken. Hoppakee. Nou, wat variatie. Hoppakee. Nou, dit ziet er wel echt heel gezellig uit. Dan moeten we daar natuurlijk wel een leuke fanshekjes van bij doen, zo. Want die zijn standaard in ons park. Kijk, en dit zijn natuurlijk de gedownloade objecten. Dus dat is het voordeel. Je kan over paden heen bouwen. Zoals ik al eerder zei. Ik vind het leuk dat het vierkant loopt. Want op zich zou je dan wel... Ja, ik vind het aan de ene kant wel mooi. Aan de andere kant niet mooi. Aan de andere kant... Aan de ene kant heb ik weer geen zin om weer het helemaal af te schermen, weet je wel. Dat je helemaal netjes doet. Dus ik doe hier gewoon een paar bankjes aan de zijkantjes. Zo. Kijk. Dat ziet er echt schattig uit. Echt zo schattig. En dan plaatsen we ook weer van die lantaarnpaaltjes hier zo in de hoekjes. Nou, dat ziet er verschrikkelijk leuk uit. We hebben wel een beetje een pleintje, weet je wel. Het ziet er wel gezellig uit weer. Anders was het weer zo kaal. Nou, dan kom je verder. Heb je natuurlijk het tweede pleintje. En daar staat onze grote vriend. Misschien wel gespot. Maar hier staat onze grote vriend Donald. En hij kijkt een beetje chagrijnig. Maar jullie weten niet dat Donald best wel vaak chagrijnig is. Dat is in ieder geval wel in de stripboeken. Of in de pocket edities eigenlijk van Donald Duck. En het wordt een beetje donker op de achtergrond. Klopt, omdat het hier al 's avonds laat is. Vandaar dat ik eigenlijk... Ik had gewoon zin om lekker veel tijd te besteden aan mijn park. En hier wou ik ook nog een pleintje maken. Ik weet nog niet wat ik erin donder. Maar dat zie ik dan wel. Even kijken. Nu gaan we even kijken wat we nog moeten afbouwen van dit. Ik wil het hier nog een beetje opvrolijken. Ik heb hier een meertje gemaakt. Dat wist u al. Ik heb hier wat rotsen erbij gebouwd. Ik wou dit hier. Deze soort van berg wou ik door laten gaan, denk ik. Of hier nog een extra berg maken hieromheen. En dat ga ik nu meteen doen. Want dat vind ik eigenlijk wel heel vet. We pakken de bergtool. En we gaan gewoon een berg omhoog maken. En het hoeft niet zo precies zo heel hoog te zijn. Kijk, de stenen komen ook automatisch omhoog. Oh, moet ook, we hebben dat huisje nu een beetje kapot gemaakt. Zie je dat? Alles is omhoog geschoven. Shit. Nou, daar ben ik lekker mee. Oké, is niet zo heel ramp. Maar laten we het een beetje mooi houden hier. Zo, ik denk dat zoiets wel leuk is. Je moet wel een beetje berg in je landschap hebben, vind ik zelf. Want dat vind ik persoonlijk wel heel mooi staan. Dus ik maak hier een wat grotere berg. Doe ik hem even wat groter de tool. Zo. Ik moet uitkijken voor die rotsen, want die rotsen neem je mee, zeg maar. Dat is een beetje het nadeel van de bergtool. Heel erg uitkijken. Kijk, zie je? Eén tikje en de berg komt helemaal mee. Dus ik ga eromheen, zo. Dat kan wel. Hier is al het einde, dus hier kan je gewoon een grote berg zetten, zo. Zo. Nou, dit ziet er wel leuk uit dat je een beetje diepte hebt in je... Kijk,
Nou, best wel groot. Want moet je kijken, hier is het einde. En hier is ook het einde. Dus we hebben eigenlijk een hele kleine oppervlak nog om te bouwen. Maar dat is wel leuk, want dan kunnen we het wel compact houden, weet je wel. Kijk, hoe kleiner, hoe beter. Want ja, zo'n grote, enorme, dit is wel echt een huge attractie. Maar ik vind het wel fantastisch om zoiets te bouwen, joh. Het station was ik nog niet over eens. Dat was ik echt, dat vond moeilijk. Ik heb hier wel wat fijns geplaatst. En ik wil eigenlijk nog geen onrij doen, want ik heb zelf ook nog niet ingezeten. Ik wil pas onrij doen als het compleet klaar is. En ik weet zeker, dit is nog helemaal niet klaar. Dit moet ik nog kijken hoe ik dit ga doen. Ik denk dat het wel allemaal open blijft. Dus dit haal ik weg. En dit haal ik weg. En ik ga dit ook weghalen. Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Zo. Maar uitkijken, als ik één rots raak, dan is het gelijk helemaal kaal. Dat is wel het nadeel. Zo. Maar dit vind ik op zichzelf wel leuk, die poort. Alleen vind ik dit dan weer wat minder. Dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Met stenen wou ik hier ook nog wel gaan doen. Ik wil toch zoveel doen? Maar het kan niet allemaal tegelijk. Ik pak weer de stenen set. Dat is de Canyon Grace. Maar ik heb zoveel. Ik heb voor mij mijn map geteld. En er stonden echt 18.000 objecten in. En dat is niet leuk als je gaat bouwen. Dat je dan eigenlijk moet scrollen door die 18.000 objecten. Dus je moet een beetje voor jezelf gaan onthouden van... Waar zit welk object verstopt? Want ze zitten echt een beetje verstopt. Dus maar kijk, zoiets als wat ik nu bouw. Met de stenen. Ik weet nu ongeveer waar de stenen zitten. Dat is dus deze pack. Dat heet, even om nog een keer te kijken. De Canyon Grace. Die zitten dus ook bij de C. Dus een beetje bovenaan. Dat is wel een voordeel. Nou, ik wil hier nog wat stenen doen zo. Dat gaat wel makkelijk. En ik heb dit ook afgebouwd. Ja, ik zou hier ook wel wat stenen kunnen plaatsen. Zo. Het is een beetje afgescholen. En die stenen kan ik draaien. Waardoor het weer hele andere stenen hier in de vorm komen. En ik zou dan dus wat grotere steen kunnen pakken. En als je die heel ver onder de grond doet. Ik zal een iets kleinere doen. Die is nog groter, Vincent. Goed zo. Ik moet echt een kleinere, jongen. Ja, zoiets als deze. Dit is al een leuk steentje. Heeft ook een ander kleurtje gelijk. Dan zie je dat die ook open is aan de zijkant. Het is geen goede steen. Dit is niet de goede steen. Is dit de goede kleur? Ja, dit is zeker de goede kleur. Is wel echt een hele huge steen. Maar je hebt haast geen kleintjes. Want dan kom je uit op die... Op, ja, op deze. Maar die vind ik... Dat is een lelijke steen, joh. Die zou je nog ineens op het begraafplaats willen zien, zo'n steen. Weet je wel? Zo ugly. Kijk, deze ook. Dit klopt ook niet. Er zit ook een open gat in. Dus je moet hem zo kantelen dat het open is aan de achterkant. Maar de bezoekers kunnen dat niet zien dat hij open is. Dat vind ik zelf persoonlijk wel lelijk. Dus wat ik dan doe is... Ik ga hem zo plaatsen. Dat je dat niet meer ziet. Kijk of dat lukt. Ik vrees dat het gewoon niet lukt hoor dit. Nee, dat lukt gewoon niet. Ik haal dit gewoon weer weg. Ugly, ugly stenen. Ik wil gewoon een complete steen. Dus ook weer een open steen. Ja, dan kom je toch op dit terecht. En dat is zo huge, jongen. Maar ik heb dat wel gebruikt voor alle anderen. En hoe ik dat heb gedaan, gewoon dit. Kijk, dat is het beste wat je kan doen. Zo. En het wordt steeds donker op mijn achtergrond. Het begint ook spontaan keihard te regenen. Even kijken. We hebben hier nog een toetakeling. Dan ga je door de bossen. Het is ook helemaal geen dark ride. Het is eigenlijk... Je gaat wel dingetjes onder de grond hier. Maar je komt eigenlijk alleen maar buiten. En dat vind ik eigenlijk wel fijn. Want dan heb je een beetje de vrijheid. Nou mensen, ik ga stoppen met deze aflevering. Het is een lange aflevering geweest. Ik ga door met die attractie. Dat die helemaal klaar is. Hier ga ik nog wat bossen plaatsen. En dan... Ja, dan zeg ik tot de volgende keer en tot de volgende aflevering van Rollercoaster. Doei, doeg! En vergapen.